De Singel lanceert het nieuwe cultuurseizoen. Op het indrukwekkende programma staan toppers uit de hedendaagse danswereld, grootschalig theaterwerk en muziektheater en veel muziek van klassiek over jazz tot global. Het nieuwe seizoen van De Singel staat echt in het teken van worlds to come. Wat is de toekomst? Hoe kijken we naar de wereld? Welke stemmen zijn er belangrijk? En hoe kijken we naar elkaar? En wij geven echt de hand aan kunstenaars om met ons samen die vraag te stellen en te beantwoorden. De Singel staat echt voor de grootste namen ter wereld en de topkwaliteit van de wereld. Maar we hebben ook veel plaats voor namen die nog onbekend zijn, maar niet onbemind. Dus we hebben echt plaats voor die grootste namen ter wereld, internationaal toptalent. Maar we hebben ook echt plaats voor die kleine diamanten die je nog niet kent. Hidden gems noemen wij ze. Doorheen het jaar zijn we echt heel erg bezig met experiment, het nieuwe. En dat vind je bijvoorbeeld in Radiant Night, waarbij we 4 keer per seizoen echt jong talent uitnodigen om het hele gebouw op stelte te zetten. Maar we eindigen vooral met een grote, mooie parel, het Karta Festival, waarbij we het beste van internationaal talent uitnodigen om ons een nieuw perspectief te geven op kunst. Dat in deze zaal en in alle andere, we hebben echt een takeover. Alles veranderde die dag zacht. Verdween de liefde in mij. Dit seizoen lanceren we eigenlijk een nieuw label, Creative Communities, dat voor ons echt heel belangrijk is. De Creative Communities zijn eigenlijk artistieke gemeenschappen die zich helemaal vrij kunnen bewegen in dit gebouw. Je kan ook zelf meedoen aan deze gemeenschappen en dat kan in verschillende vormen. We hebben bijvoorbeeld 2 hele mooie voorstellingen van Man Overboord en We the People, maar je kan ook vogelen door deel te nemen aan de workshops of aan de Major Ball op het einde van dit seizoen. En als je heel goed kan battelen, kan je ook meedoen aan een dance battle. De Singel opent echt alle armen die we hebben voor een heel breed Antwerps, maar ook internationaal publiek. Dat publiek is jong, oud, van alle afkomsten, van alle seksualiteiten. En wij zijn echt open voor nieuwe blikken, nieuwe ogen. Iedereen die houdt van kunst is welkom.